Er heerst een enorme rookontwikkeling in het westen van het land, Koroni, Wageningen, Nikeri. En ook als je richting die kant op gaat, dan wordt het moeilijk om te rijden. En gisteren was ik bij de Nationale Assemblée en ik sprak met Ebu Jones hierover en ook de minister van Volksgezondheid. Met al due respect met betrekking tot NCCR, ze zullen hun best hebben gedaan. Maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat men vandaag de dag nog praat over evalueren of inventariseren wat er aan de hand is. We weten precies wat er aan de hand is. Terwijl zij bezig zijn te inventariseren, gaan die mensen en de gezondheid van de mensen van Wageningen en van Nieuw-Nikeri en overige westelijke en oostelijke polders, hun gezondheid gaat eraan. Het is moeilijk om adem te halen in een dergelijke omgeving. Omdat we zien de rookontwikkeling is zodanig, zo heftig, dat er gezondheidsklachten zich ontwikkelen bij mensen. Los daarvan, en u zegt het zelf, we hebben gezien op die afdamming Oost-West-verbinding naar Nikeri wat er gisteren is gebeurd met betrekking tot als gevolg van je rookontwikkeling waarbij je zicht op de weg helemaal weg komt te vallen. En het gevolg is een aanrijding, een zware aanrijding. En we zien de brandweerlieden geven aan, ze hebben niet veel mogelijkheden. We zien dat die regering en die minister van Volksgezondheid zegt dat ze niet veel kunnen doen. Ze zijn naar Wageningen gegaan, ze hebben een show weggegeven van ja, de drempelkosten voor eerste hulp gaan we wegwerken en van daaruit kunnen we. Maar tot nu toe hebben ze niets gedaan. Terwijl er een bepaalde rookontwikkeling hier is op Noord, waarbij de mensen op Noord ook recht hebben op een schone lucht. Maar nu zie je wel dat de minister zegt, met betrekking tot de rookontwikkeling op Noord, dat hij plotseling het serieus neemt. Dus die Wageningers en die Nigerianen nemen ze niet serieus. Ze nemen ze niet serieus. Dus laat die minister van Volksgezondheid zijn werk gaan doen. En ik hoor de president was in Nikeri. Hij praat wel over stalweide, maar hij zegt niets over die rookontwikkeling en wat de concrete oplossing zal zijn voor die samenleving al daar. Minister, er komt heel veel kritiek vanuit het Westen richting Volksgezondheid. Want men geeft aan dat een Volksgezondheid bitter weinig doet om de gemeenschap al daar beter in te lichten en te beschermen met betrekking tot die enorme rookontwikkeling. Wat ligt in het verschiet? Nou, kijk, we weten dat die rookontwikkeling op dit moment een hot topic is in de regio. Ook in Suriname, die hitte. Gelukkig zien we sinds gisteren wat regen. Het is een van de consequenties gevolgen van de klimaatsverandering, waarbij bosbranden aan de orde zijn. Zij het natuurlijk door hitte of zij het door iemand aangestoken. In Suriname weten we dat vooral in het westen het land, veel landbouw wordt gedaan. Dus men brandt ook veel terreinen open. Maar de consequenties zijn, ze liggen daar, je ziet dat ook zelf. Bijvoorbeeld, nog gisteren zagen we de beelden van Bigipan, afdamming, dat stukje. Met natuurlijk ook een vervelend geval van een aanrijding. Wij hebben als ministerie ook een persbericht uitgaan, omdat we op de hoogte zijn. En we leven ook uiteraard in Suriname, ook hier in Suriname hebben we in Noord. Paramaribo hebben we gemerkt dat er heel veel rook is. Ook thuis zelf, dus je merkt het. En ja, het is een... Mijn visie is dat het natuurlijk vanuit verschillende kanalen aangepakt moet worden. En dat wordt zeker vanuit, denk ik, een Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding is daar zeker de lead. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de verantwoordelijkheid om de mensen voor te lichten. En ook in te instrueren wat te doen wanneer je een advies van een arts moet hebben of wanneer je een arts moet raadplegen. Dus dat hebben we wel gedaan. We communiceren, we zijn constant bezig om ook de flyers et cetera online te plaatsen. We hebben persberichten eruit gaan. Wat dat betreft en uiteraard in Wageningen, want u praat over het Westen, hebben wij ook de nodige medische ondersteuning geboden door een heleboel attributen ter beschikking te stellen van de artsen, verpleegkundigen om te kunnen werken. Ook van de samenleving door mondkap, et cetera. Maar u weet, als ik u zeg van blijf thuis binnen, iedereen maakt dan herdienen als ze toe. Dus het is natuurlijk een offer. En het is ook moeilijk te begrijpen, ook voor mijzelf. Dus
we doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de nodige attributen beschikbaar zijn, zodat in ieder geval de personen met klachten opgevangen kunnen worden. Dan heb ik het ook vernomen van de minister van Volksgezondheid.